Ik woon in Veenendaal, op een heel klein kampje met 8 wagens. En dat woont wel lekker eigenlijk. Iedereen wie daar woont, die ken ik ook allemaal van mijn jeugd uit. Samen op school gezeten. Ze weten allemaal wat ik doe. Dus ze zijn wel gewend dat er af en toe wel eens een keer een cameraploegje komt. Of dat we een clipje opnemen. Q Music die had een musical gemaakt. De Woonwagen Musical. Nou, dat is eigenlijk een stukje van liedjes achter elkaar gezet. Op bekende deunen. Maar eigenlijk allemaal heel eigenlijk discriminerend en vernederend eigenlijk. Beetje over de woonwagenbewoners? Ja, over woonwagenbewoners. En hoe vaker ik dat luisterde, des te eerder vond ik het steeds meer kwalijker worden. Dus heb ik een mailtje gestuurd en gebeld aan Q Music dat ik het niet zo leuk vond. En dat heb ik op Facebook gezet dat ik het niet leuk vond. Alleen voor de eer en voor je afkomst. En daar heb ik duizenden reacties op gehad. De studio van Q Music werd helemaal plat gebeld. En toen kreeg ik een berichtje als ik de volgende morgen bij het programma van Q Music van Mattie en zijn kameraad in de uitzending wilde. Ik zei ja, dat wil ik wel. En wil ik wel even mijn verhaal doen. Nou, toen heb ik ze uitgelegd van hoe dat zit en over woonwagenbewoners. Dat niet iedereen scheef is en niet iedereen dit is. Er gaat een oude plaat opnieuw uitkomen. Alles is al klaar. Hoesje, de clip gaat komen. En het is een plaat die alsmaar blijft herhalen. Het is een heel moeilijk liedje. En heel snel gaat hij. Jij kent hem vast wel. En ik krijg zoveel reacties op die plaat. We hebben iets van meer over de 200.000 kijkers op YouTube ermee. Beetje boemachtig. Boem boem. Zo is het. Je komt opnieuw uit met een nieuwe clip. Er is nooit iets mee gedaan. Nooit geplukt is die single. Hij is een landelijk hitje eigenlijk geworden. En nu denk ik van laat ik het maar groter aanpakken. Laat je maar gaan. En voel het ritme dat gaat door je lichaam. En zo gaat hij door.